Welkom bij Kikken TV. Vandaag zijn we bij het Flagship Hotel in Sluis. En hier zijn we omdat we de schrijfster Mirjam Maus gaan interviewen. Hi. Hallo. Waarom bent u begonnen met schrijven? Nou, ik wil gewoon iedereen aan het lezen krijgen, omdat ik zelf lezen zo leuk vind. En vooral eigenlijk die kinderen die altijd zeggen van ja, lezen is stom en saai. Daarom probeer ik ook boeken te schrijven met veel vaart, veel humor, die meteen het verhaal insleuren. Ja, dat is echt mijn hoofdreden. Ik vind zelf lezen zo geweldig. Nou, ik geloof kinderen ook nooit die zeggen lezen is stom. Dan denk ik, dan heb je het goede boek nog niet gevonden. En wat is uw favoriete schrijfplek? Nou, ik heb één vast plekje in ons huis. We wonen in een boerderijtje en er is een zolderkamertje. Daar schrijf ik altijd, op mijn computer. Ergens anders lukt niet, want ik wil altijd dat het helemaal stil is. Je hebt schrijvers die helemaal met een laptop in het café zitten werken. Dat zou ik niet kunnen. Ik zit altijd op dat kamertje. Ik heb graag dat het helemaal stil is en daar kan ik lekker werken. Alleen in mijn hoofd schrijf ik natuurlijk altijd. Waar haalt u onderwerpen vandaan? Overal vandaan. Alles wat ik zelf heb meegemaakt. Wat ik in de krant lees. Sprookjes vind ik ook zeer inspiratievol. Maar eigenlijk alles. Als jij aan mij een verhaal vertelt, dan denk ik al van, oeh, misschien kan ik het wel gebruiken in een boek. Het kan ook zijn van mijn lezers. Ik ken bijvoorbeeld een stel meiden, die zeiden altijd van, nou, boeken zijn saai, ik kijk liever televisie naar een soapserie. Nou, dan ga ik een soapserie schrijven, De Strandtent. Jongens die begonnen te klagen van, je hebt wel veel meidenboeken. Wanneer ga je zo'n heel spannend boek schrijven met een jongen als hoofdpersonage? Nou, toen heb ik Boy Seven geschreven. En dat sloeg zo aan, dan toen ben ik meer thrillers gaan schrijven. Dus ja, echt overal vandaan. En vooral ook door goed te luisteren. Want als ik jullie aan het lezen wil krijgen, moet ik wel een beetje schrijven wat jullie ook leuk vinden. Ja. En wat moet je nou doen als je verhaal hebt geschreven en je echt niet meer weet hoe het verder kan gaan? Nou, wat bij mij altijd helpt is of een rondje gaan wandelen, dan kan ik goed nadenken. Of ik ga lekker even op mijn slaapbankje liggen en dan, soms dan lig ik, doe ik mijn ogen dicht en dan weet ik het weer. Het kan ook zijn dat ik in slaap val. Nou ja, dan slaap ik een kwartiertje en dan word ik heel wakker. Als ik het echt niet meer weet, dan ga ik gewoon teruglezen wat ik al heb. Nog eens verbeteren, want schrijven is nooit in één keer goed. En als het dan nog niet lukt, dan leg ik het een tijdje weg en dan ga ik ondertussen een ander verhaal schrijven of een ander boek schrijven. Wat is uw favoriete boek wat u heeft geschreven? Nou, ik heb 66 boeken geschreven, 67 eigenlijk. Volgende maand komt het volgende boek uit, Virus. Maar ik vergelijk het altijd met een moeder die 66 kinderen heeft. Als je aan die moeder zou vragen, hè, wat is nou het leukste kind dat u gemaakt hebt, dan denk ik dat ze zal zeggen, ik weet het niet, ik kan niet kiezen. En dat heb ik met mijn boeken, ik weet het echt niet. Net als Boy Seven is wel mijn meest bekende boek. En draait nu ook in de bioscoop, de verfilming ervan. Nou, zo'n boek, dan verzin ik een begin van een jongen op een grasveld. Hij weet niet waar hij is, hij is alles vergeten, zijn geheugen is totaal verdwenen. En omdat ik ook geen idee had wat er met die jongen aan de hand was, kon ik me extra goed inleven. En ja, dat is ook heel spannend, want als ik een boek schrijf, is het net of ik een boek lees. Want ik weet ook nog niet hoe het zal gaan, alleen schrijf ik het dan ook nog zelf. Ik vind dat heel avontuurlijk en heel leuk. En waar moet je nou echt op letten als schrijver? Nou, ik denk dat het belangrijkste is dat als je iets schrijft, dat het ook klopt. Dus dat de lezer het gelooft. En dat bedoel ik niet dat je niet over vampieren kunt schrijven of zo. Maar het moet wel geloofwaardig zijn. Als je bijvoorbeeld over iemand schrijft die helemaal niet tegen troep kan. En die komt in een huis waar het een vreselijke rotzooi is. Dan zal diegene iets denken, of iets zeggen, of iets vinden. Als hij daar helemaal niet op reageert, dan klopt het niet. Dat is wat ik bedoel met het moet kloppen. Ik denk dat je het zo op moet schrijven dat je echt mee kunt leven. Dat je in het hoofd en in het hart van iemand kunt gaan zitten. En verder, ja, ik vind het wel fijn als ik meteen een verhaal ingesleurd word. En ik denk zeker als je voor kinderen en jongeren schrijft, dat het ook belangrijk is dat je hen meteen bij hun kladden grijpt. Dat belangrijk is voor zo'n boek. Dat je niet eerst 10 bladzijden moet lezen voordat er eens een keertje iets gebeurt, want dan haken jullie af. Oké. En hoe ga je dan te werk als je een boek wil schrijven? Nou, dat is voor iedere schrijver anders. Heel veel schrijvers verzinnen eerst een verhaal. Ik verzin altijd alleen maar een begin.
En verder zie ik wel waar ik naartoe ga. Het verhaal ontstaat pas terwijl ik aan het schrijven ben. Als ik bijvoorbeeld zo'n thriller ga schrijven, dan verzin ik een heel spannend begin. Nou, daar ga ik dan mee aan de slag. En dan op een gegeven moment denk ik, nou, wat kan er nou eens gebeuren? En dan verzin ik er pas weer iets bij. Dus voor mij is het vaak een verrassing. Heeft u nog tips voor jonge schrijvers? Nou, in ieder geval begin niet meteen aan een heel boek. Probeer eerst eens gewoon een kort verhaal te schrijven met een duidelijk begin, een midden en een eind. Daar leer je veel meer van, anders ga je heel snel zwalken. Ik weet nog vroeger, niemand had mij die tip gegeven. Ik probeerde altijd boeken te schrijven. Maar ja, dat is gewoon zo lastig. En dan begin je iedere keer maar weer opnieuw en dan krijg je nooit iets af. Probeer ook over dingen te schrijven waar je veel verstand van hebt. Stel dat je bijvoorbeeld op turnen zit. Nou, dan kan je heel goed een verhaal schrijven over een meisje wat op turnen zit. Want jij kan er dan details in stoppen die de meeste lezers niet kennen. Waardoor het dichterbij komt, nog echter lijkt. Probeer het op te schrijven alsof je een film voor je ziet. Ga echt in het hoofd en in het hart van een van je personages zitten. En probeer van diegene uit jouw verhaal te doen. Wat ruik je, wat denkt die, wat proef je, al die dingen. En begin meteen met een probleem of met iets heel spannends of iets heel grappigs, zodat je meteen in het verhaal zit. Lees heel veel, want daar leer je heel veel van. Oefen heel veel en laat het ook eens een ander lezen, want jezelf kun je je verhaal heel goed begrijpen, maar voor een ander is het misschien niet duidelijk. Dat zijn wel de belangrijkste tips. Dank u wel voor dit interview. Jij ook bedankt. Dit was Kikken TV dan weer voor vandaag. Fijn dat je gekeken hebt. Doei! Dag!